jongens, ik ben weer Dennis en Gerda Enske en vandaag heb ik weer een nieuwe live call over de Ghost Commentary. En vandaag gaan we proberen met de nieuwe Golden PDW te spelen. En oké, gaan we nou al knife? Begint het nou al? In ieder geval, laatst is er een update uitgekomen waarbij een nieuwe Golden Knife kreeg en een PDW zijn bepaalde prestige had bereikt. En dat heb ik, dus ik dacht, weet je wel, we gaan een keer met dit wapen spelen. En de gewone PDW is normaal burst, deze is automatisch. Hij is niet super goed, maar hij is op zich... je kunt er wel wat kills mee maken, dus we gaan er gewoon mee spelen. Verder rest heb ik extended max op zitten, want anders heb ik mijn 20 kogels. En nu heb ik er 30, dus dat is wel handiger. Oh lol. Ik had niet verwacht dat ze zomaar zouden komen. Hallo. Zo ziet als ik gewoon van die easy kills kan maken, dan haal ik het ook wel. Oh wacht. Was hier nou net geen enemy? Oh. Ik dacht dat een enemy was, maar ik kan mijn teammate aanlopen. Denk ik, dat zal dan wel niet. Ik sta al 3-0. We spelen met specialist. Had ik misschien beter niet kunnen doen. Aan de ene kant, heel veel mensen vinden het leuk als ik mijn specialist speel. Maar als je dan geen campstrike haalt, dan is eigenlijk de gameplay gefaald. In principe. Terwijl als je assaultstrikes gebruikt, kun je ook nog leuke scores halen. Dus daarom speel ik eigenlijk meestal met assault. Vind ik zelf ietsjes leuker. Hier hoef ik niet lang te lopen, want ik heb totaal geen range met de wapen. De wapen is goed, maar je moet er echt dichtbij zijn. Anders heb je weinig kans op een kill. Daar zit er eentje, maar... Moet ik hem dan gaan challengen? Oeh... Doe me dit. Kun je gewoon naar boven? Ik hoop dat hier niemand zit. Ik ben bang. Ah, er zit niemand. Ik had verwacht dat hier wel iemand op het dak zou zitten. Op zich is er wel een gunstige map voor deze... Klaas. Niet als iemand daar met een light machine gun zat te wachten. God damn it. Er zat er ook een uit de raampjes, ik kon niet schieten. Kan ik hem niet... Ik hoor ineens die ladder, daar geluk mee. Fuck hem. Hij moet sowieso een keer dood. Komt er hier dat keer omhoog? Komt hier een omhoog? Wow. Alsjeblieft, verwacht niet dat ik hier zit. Hij moet denken dat ik weg ben. Er zijn er twee, er zit nog één. Hij zit hier links nou. Dit is zo eng. Nee, oh, dikke headshot. Dit is belangrijk. Dit zijn belangrijke kills. Ik moet hier weg. Ik kan nooit heel veel mensen challengen met het wapen. Ook is wel een leuk wapen mee te spelen. Misschien moet ik hier ooit een serie van maken of zo. Van proberen campstrike te halen met deze gun. Als dat een idee is, laat het me weten. Het is sowieso een idee, maar als je het leuk vindt, laat me weten. We kunnen ook die knife op zich gebruiken, maar dat heb ik zo min mogelijk doen. Ik ben niet zo van knife. Oeh. Oh shit. Dat reed. Nee, nou ben ik screwed. Ja, ik was screwed. Ik dacht dat hij mij zag, maar hij zag... Oh, er zat er ook nog een in dat hoekje. Er zat er een achter mij, die kwam van die kant af. Hij zat in dat hoekje en degene waar ik op schoten had ik niet op moeten schieten. Oh, what the fuck. Ik dacht dat ik lagde, maar ik zat vast. Degene waar ik op schoten had ik niet op moeten schieten, want die liep weg. Maar ik dacht dat hij me wel gezien had, maar blijkbaar niet. Dus dat was een beetje een dom actie. Die gozer had me gezien daarboven. Hopelijk weet hij niet dat ik omloop. Ik hoor hem beneden rennen. Shit, er rent ook nog eentje. Shit. Double kill. Double free kills. Dat is 1. 2 hierboven. Yes! Ik had niet verwacht dat ik hem nog eens hebben. Snipers. God damn it. Dat kan er niet van binnen. Nee, de wapen staat toch echt zwak voor. Je moet van die free kills krijgen iedere keer in de rug en zo. Dan kun je het makkelijk halen, maar... Dat is altijd met elk wapen, dus. Hopelijk. Kijk daarna niet. Yes! Hij begon met schieten, had me helemaal niet gezien. Hij schoot allemaal op tegen de muur aan en zo. What the fuck? Of hij had misschien op een of andere UV of zo al gezien dat ik aankwam. Hij zit hier allemaal links. Maar ik weet dat het slim is wat ik nou doe. Oh. Lost Bravo. Wat? We zijn we C kwijt. MB. Ze zitten bij C, volgens mij. Maar zal ik er nog eentje in de vetten, maar ik ga snel weg. Dat is iets te risky. Yeah buddy. Teammate die maakt kills. Hij is dood, laat maar. Zat hier nou weer iemand boven of zag ik er nou maar net een beetje half? Ah, dat iemand op het dak was. Ah, dat is onmogelijk om zo kills te maken. Dat kun je met veel wapens wel doen, maar niet met dit ding. Zal hij hier omhoog komen? Dan zou ik in principe wel kunnen wachten. Nah, ik denk niet dat het slim is. Shit.
Oh, ik kan niet wachten tot ik de kill nog zou krijgen. Teamers zijn hier, dus in principe moet dat safe zijn. Daar zal ook iemand omhoog komen, denk ik zo. Dan gaan we hier snel weg. Ik zag net dat een van mijn teams slecht ging. 1 op 5. Maar ik wil iemand anders een Hilo Pilot krijgen, dus... Dat is wel goed. Dat is lekker. Voor hem dan. Niet voor mij. Double kill. No! No, ik had de kans op een triple kill. Hoe zat hij daar boven? Lol. Een random locatie. Als we nou even support... Hallo. Hoe lang stond je er al te wachten? Ah, hij stond er best lang. God damn it. Ik gooi de dingen maar even neer. Hopelijk krijg ik daar nog een leuke verrassing uit. Ik verwacht van niet. Ik krijg nooit iets leuks uit die dingen. Misschien nu, één keer. Op zich best erg. Ik sta 15 om 4 met een pistooltje. En het andere staat 19 om 4. Of 19 om 5, waar staat hij? Nee, ja, nou 22 om 4. Maar hij gebruikt allemaal assault en natuurlijk een fatsoenlijk wapen. Dus dat is een heel verschil. Dus op zich speel ik heel erg goed. Als ik het vergelijk met team is. Gewoon als je kijkt naar de wapens die ze hebben, de streaks die ze hebben. Ik heb dat allemaal geen van allen. En ik speel ook lekker. Wat? Dat was een verrassing. Goddammit. Ja, A is van hun, maar ik geloof niet dat ze hier nog spawnen eigenlijk. Dat dacht ik al. Team, als jij naar eerst gaat, dan ga ik dood waarschijnlijk. Als ik eerst ga, ga ik altijd dood. Hier om het hoekje, daar zitten heel veel campers. Losing B. Boom. Iemand is dood. Ik hoorde dat iemand achter me aanrende. Die killde mijn teammate, maar fuck mijn teammate, echt waar. Ik ben geen oppas. Daar zit iemand het hoekje. Zat hij daar nog steeds helemaal dat hoekje? Dit is fucking risky. Dankjewel teammate. Was er nog één? Nee, dat was allemaal. Hé, hey, dat is nog één Bas, eerlijk gezegd. Ik heb hem ook even mee. No. Net op tijd. Dit is zo risky. Dit kan ik nooit winnen als... Zijn ze al bij dit? Nee. Er is nog één, sowieso. Waar is die tweede? Waar is die tweede heen? Dat is iemand anders. Oh, dat is teammate. Ik had verwacht dat hij daar nog eens rondhing, maar was weggelopen en liep ineens weer raad terug. Dat vond ik gek. Dan gaan we niet riskeren daar bij de raam, want er ging net ook een fout. Shit, ik dacht dat ik hem dood had. Ik dacht dat hij wel dood zou gaan, maar het duurt best lang. Hoor mij met mijn camps draaien. Ik heb er niet eens 25 kills, man. Laat staan de 25 streak. En dit is toch wel een map als je een camps wil halen. Team zit, of enemy zit boven mij. Dan moet je dat op deze map doen. Oeh. Waar zijn ze dan? Ik geloof dat die nog rechts. Nee. Ik had echt verwacht dat er in eens moet rondhangen. Ik heb mee. Ik wil wel graag winnen. We zijn momenteel aan het winnen. Maar niet als zij daar triple cap krijgen. Dus. Mooi even meegecapt. 22-4 en 3 caps. Dat is niet zo verkeerd. Ik had wel verwacht dat ze op het dak zou zitten. Leef jij nog steeds? Ik kan net niet naar beneden kijken. Het is zoveel geluk mee. Hopelijk kan ik hem weer zien. Ik had verwacht dat hij voorbij zou lopen. Dat deed hij niet. Dat is jammer. Mooie kill. Ik gooi hier een carepack neer. Waarom? Ik denk dat ik ze wel kan hebben als ze die trap opkomen. Alleen, oh shit. Ze spawnen ook achter mij. Want nu zijn ze aan het cappen, dus nu wordt het een beetje risky. Slis snel, kom met die care package. Oh, ze komen ook weer die kant op. Snel. Hopelijk werkt dat, ik denk dat ze weer naar boven komen, eerlijk gezegd. En anders had ik hem daar weer moeten zetten, maar... We gaan gewoon zelf deze kant op. En zetten we het erachter. Oh, Dennis werd slecht. Oeh, als ik die kill niet had gekregen, had ik echt gefaald. We gaan weer A-cappen, jongens. We gaan gewoon weer doen. Maar nee, ik heb ook gewoon zoveel caps hè, en meer als mijn team is. Met dit wapen. Ik heb 4 caps. Oké, dat valt me niet meer. Ik dacht dat ik er meer had. Oké, 25-4. Let's go. Ik moet ook nog een keertje alleen met die knife. Maar dat komt nog wel uit. Dan kunnen ze niet meer challengen. Dan gaan ze altijd dood. IMS is verdoemenis. Er zat in maar een raampje. Hopelijk kan ik hem... Boom. Misschien kan ik hem daar bij dat raampje zien, want daar zat hij nog steeds heen.
No, naar binnen. Nee, ik ga niet dood als een streak. Niet zo zoiets, dat is niet leuk. Oh, sorry, friendly. Oh shit, er was wel een enemy in de buurt. Hopelijk kan ik je een kill maken, alsjeblieft. Laatste kill, niet dood. Yes, yeah, specialist. We hebben in ieder geval specialist gehaald, is iets. No, ik had dat dubbel kill, dan stond ik 30 of 4, no. 28 of 4 met dit pistooltje is niet slecht, het is een pistooltje, je moet nagaan. En ik denk dat ik best netjes gespeeld heb. En ja, ik bedoel, als ik assault had gebruikt, had ik natuurlijk best wel mijn streaks gehaald. Ik speel mijn specialist, ik heb mijn specialist gehaald. Ik krijg die bij 14 of zo, dacht ik. Dus was ik op zich best mooi op weg. Dus in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Leuk, laat eens weer een like achter. Abonneer voor meer en tot de volgende keer weer. Houdoe.